met beide benen op de grond blijven staan. Lekker jezelf blijven. Ja, René, vanavond bij Veronica Inside. Yes. Wat betreft hoogtepunt van je carrière. Je kan stoppen. Ja, misschien wel. Ik heb geen idee. Maar het was natuurlijk wel weer top, hè, om hier te gast te zijn bij Rie. Ja, geweldig. Leuk. Kort en krachtig. Ja. Maar was het wat je verwachtte van tevoren? Ja, dit hadden we afgesproken. Maar ik keek naar de reacties van René en van Wilfred en van Johan. Ik zag ze echt kijken van... Hè? Ik begin eens in de gaten laten. Hé, dat is René inderdaad. Dus ja, geweldig. Ik zal leuk. Wel door wie je was. Op een gegeven moment wel, ja. Dat kan ook niet anders, toch? Ja, dat denk ik niet. Ik heb een Piet bij me, de muziekpiet. Waar is de muziekpiet met even cadeautjes? Kom maar even binnenbrengen. Ah, kijk daar is. Kijk nou eens. Kom maar even hier met de cadeautjes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Zet hij maar hier dan hier. Zo. Ik zit dat hier niet. En dat zijn de andere cadeautjes. En dit is natuurlijk een sportprogramma, dus dan moet je de sportvraag stellen die erbij hoort. Ja. Wat gaat er nu door je heen? Ik kan het bijna niet verklaren, joh, maar er gebeurt gewoon zoveel. Maar laat ik het enige zeggen, hier staat een gelukkig man. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja, want de afgelopen weken zijn bizar geweest voor je. Echt als een trein met het programma Ik Geloof in Mij. Ja. Waarin jij toch wel een van de meest karakteristieke personen bent. Ja, ik heb een beetje een hoofdrol gekregen in de serie. En daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. En ik heb ook tegen de collega's gezegd van... ik vind het eigenlijk wel een beetje lullig naar jullie toe. Maar ja, weet je, ik bepaal niet wie er op televisie komt. Maar we hebben gewoon een heel leuk team. En ik ben toch wel nu eruit gesprongen. En ja, de laatste 6 weken nu is echt een rollercoaster. Echt waar. Kan je het al een beetje bevatten? Nou, het begint nu wel een beetje te landen, zeg maar dan. Maar het blijkt nog steeds heel onwerkelijk. Kijk, en door corona ben je gewoon niet heel veel buiten nu. Hè? Dus normaal ga je 1 keer per week een hapje eten. Je komt een keer zitten met de jongens in het café. Dus eigenlijk de hectiek eromheen krijg ik niet zo mee. Maar op het moment dat mensen mij aan de deur komen aanbellen, maak ik met de foto. Dan denk ik, alright, het speelt dus wel. Ja, het speelt zeker toch? Ja. Ik bedoel, het gaat als een malle. Je zit in elk tv-programma. Ja, onbegrijpelijk, hè? Nu weer een Zwarte Piet. Ja, ik zie het. Witte Piet. Witte Piet. Witte Piet. Ja, precies. Ja, alleen niet gezongen vanavond. Nee, maar dat gaat wel gebeuren binnenkort. Wil je dat nog doen of niet? Dat ga ik doen. Dat komt nu, goed. Nee, we gaan binnenkort zitten in de uitzending. Dus, mag je dat goed zeggen? Maar ik denk dus dat iedereen natuurlijk... En heel Nederland zingt tegenwoordig... Here I tell you that I love you. Blijf hangen, hè? Dus iedereen kan meezingen, toch? Ja. Kijk je eigenlijk wel eens naar Veronica Inside? Ja, zeker. Ja. Vind je zeker. Ja, heel leuk programma, ja. Ik volg het niet altijd. Maar de laatste weken weet ik dat dat toch regelmatig wel een stukje van mij erin te zien is. Dan zitten we iedere keer vol spanning zitten we voor de buis. Ja. En wie is nou je favoriete gast aan tafel? Ik vind ze allemaal leuk. Zo, het gaat een beetje om en om, zeg maar dan. De ene keer vind ik het opmerken van Johan leuk, dan weer van René, zeg maar dan of zo. Maar goed, ze zijn natuurlijk behoorlijk scherp. Ik moet er gewoon om lachen, joh. En ook dat is natuurlijk een programma met een knipoogje. Ja. En bijvoorbeeld Wilfred, die heeft er toch voor gezorgd dat je volgende week in de Ziggo Dome gaat? Of hij ervoor gezorgd, weet ik dus niet helemaal. Hij gaat het in ieder geval presenteren. Maar hij gaat het presenteren, ja. Ik kreeg de uitnodiging om bij Veronica te komen vorige week. En toen kwam de mededeling. Hij gaat het inderdaad presenteren. Dus ja, dat is natuurlijk wel super geweldig. Dus dankjewel Wilfred. Ja, ben je daar nog speciaal naar aan het voorbereiden, naar toe aan het leven? Hoe gaat het? Nou, het is natuurlijk allemaal heel spannend. Hè? Je staat ook op een heel groot podium. Helaas natuurlijk met 2 keer 30 man. Dat is even jammer. Maar goed, het blijft gewoon een optreden. Dus dat gaat vanzelf wel lopen. Alleen je staat ook wel in een enorm menselijke grote hal. Ja. Dus dat geeft best wel een bepaalde spanning. Maar het is een gezonde spanning. Zo groot heb je het ding niet gehad? Hier. Nou, ik heb ooit een keer in Duitsland voor een hele grote hal gestaan. En ik heb ooit in 2009 op het Mega Piratenfestijn mogen staan. Dus die was ook behoorlijk heftig. Maar dat is lang geleden weer. Dus dat is toch weer een extra spanning. Ja. En er komt natuurlijk bij kijken dat je bijna niet optreedt nu. Hè. Dus normaal zing je 2-3 keer per week. Dus je stem is mooi gecontroleerd. Dus allemaal dingetjes nu gaan meespelen. Er worden natuurlijk tv-opnames gemaakt. Dus er zit wel een gezonde spanning. Ja. En hoe ga je dat dan in met een stukje meditatie of zo? Of doe je dat nee, aan? Ik vind het altijd fijn om gewoon lekker in de kleedkamer mezelf te zijn. We gaan een soundcheck doen en dan doen we een middag- en een avondshow. En ik wil gewoon lekker alleen zijn met de mensen om me heen die er toegelaten zijn. En zo bereid ik mij ervoor. En als ik het podium op ga, is het meestal alsof ik in mijn nek word gegrepen. En dan gaat het vanzelf. Ja. Dus dat gaat goed komen. Wat is nou, dat vraag ik me nou af. Wat is nou het grote geheim van René Leblanc? Doorzettingsvermogen. Kijk, het programma zegt het al, hè? In jezelf blijven geloven. Ja. Dat heb ik altijd gedaan. En er zijn mensen omheen die hebben ook in mij geloofd. En die zijn in mij blijven geloven. Maar ik denk dat gewoon zeker de factor is om door te blijven gaan. Ja? En gewoon met beide benen op de grond blijven staan. Lekker jezelf blijven. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Inside app.